Dames en heren, was hier natuurlijk van de Beatles. Hey Jude. Maar dit waren Nick en Simon. En Hey Jude. En voor wat verjaardagsgroeten voor Inge, die mijn vriendin dus, die morgen jarig is. Wordt alweer 24 jaar. Ach man, wat oud. Maar kan nog heel lang mee trouwens. Hoop ik. Vind je dit soort muziek ook leuk, Pascal? Ja, ja, 5 minuten overdreven, maar... Ja, is dat overdreven? Ja, is mooi, ja. Oké. Hey, we gaan ook weer even met iemand anders bellen. Oh, en dat is Pina. Goedenavond. Hallo. Hoi. Hey, Pina Jones hier. Hoi, ik heb mijn neefjes in de studio. Misschien dat jullie even snel kort voor kunnen stellen aan Pina. Hallo, ik ben Pascal. Hey. Hallo, ik ben Marijn. Hey Marijn, hey Pascal. Hallo. En... Voor mij mag het wel, hoor, 5 minuten, hey you. Ja, mag wel, hè? Mooi, hè? Ja, ja, nou, Pascal vond het iets te lang. Maar dat maakt niet uit. Hey Pina, trouwens, jij maakt ook jingles. En ik wil je even een klein tipje van de sluier geven. Want mijn neefje, die maakt ook radio. Oh, die wil ook een jingle. Nou, die wil ook wel een jingle. Weet je ook wat voor jingles Pina maakt? Heb je er wel eens van gehoord, Pascal? Nee. Nee? Wil je eens een jingle van Pina horen? Even kijken hoor. Ga ik even naar haar website toe. Dat is, wat was je website ook weer, Pina? PinaJones.nl. Reclame, joh. Dat kan allemaal, joh. Even kijken hoor, want je had ook voor mij een playlist aangemaakt, geloof ik. Melvin Jingle staat er gewoon op. Ja, ik ben er wel. En dat is de playlist. Ja. Kijk hoor. Oh ja, ik heb hem hier. Even kijken. Oh, je hebt ook een rap jingle gemaakt, zie ik, hè? Zo. Nou, moet je horen. Dit is Pina Jones met een hele mooie jingle. Dus luister eventjes mee. Yo, 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 baby, Bob, yeah, you. Come on, give me a mix of Melvin, wie is my mix? Is better than a kiss. Nou, leuk, toch? Oh, en ken je Wilke ook? Wilke ken je ook wel, hè, Pascal? Wilke van der Meulen, ja, tuurlijk. Ja, heeft ze ook een jingle over gemaakt? Ja, muziekje erbij. Wilke van der Meulen. Wilke van der Meulen, ja. Wilke van der Meulen. Wilke van der Meulen. Wilke in het weekend. Wilke in het weekend. Wilke in het weekend, yo, weekend friend. Wilke in het weekend. Wilke in het weekend. Wilke, ja, Wilke. Nou ja, zo gaat het nog de hele tijd door. Maar zullen we dan even regelen dat ze ook eentje voor jou gaan maken, Pascal? Dat zal wel... Ja? Ja? Ja, ik zeg dat is wel gaaf natuurlijk. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, dat dacht ik. Pina, kan je dat voor hem doen? Zal ik regelen als jij de gegevens geeft van hoe het programma gaat heten? Nou, zeg eens even, hoe heet je programma? Wat doe je op je programma? En waar doe je dat programma? Chickensoundsradio.nl en dan top 40. En ja, gewoon thuis. Nou, hier. Okay. Gewoon thuis. Ja, gewoon thuis. Wat mee. Thuis. Ja, en dan moet je gewoon even Pascal opzoeken en dan gewoon naar hem toe sturen. Oké. Okay. Ja? Prima, dat zal ik doen. Nou, top. En nou ja, dan bellen we jou natuurlijk voor. Gedicht van de week. Oeh. Het gedicht van de week. En dan vat Pina namelijk de hele week samen. Dus ik ben benieuwd wat je er vandaag van hebt gemaakt, Pina. Oké, hier komt ie. Mag ik hem al voorlezen helemaal al? Of wil je nog een inleiding? Zeker. Vertel maar wat jij wil. De zender is nu voor jou. Nou, dan is hier de titel. Trommelgeroffel, trommelgeroffel, trommelgeroffel. Afgelopen week samengevat in een notendop nummer 2. Wat maandag bleek, babymelk is niet goed voor elk. En hoera, een prijs voor Ofra. Nu nog, Ofra, voor president. Je begrijpt die uitspraak over haar zeker, als je haar een beetje kent. Ook is Edwin Hawkins overleden, die bekend is tot in het heden. En woensdag was het echt takkenweer. De storm ging me daar toch tekeer. Donderdag ging het iets rustiger aan. De storm was ook eigenlijk die dag daarvoor in de middag geleidelijk heen gegaan.
Vrijdag is de dag van Melvin zijn Jo. Dus nu gaan we vrolijk verder luisteren. Jo, Pina Jones, okay. 2018 in opdracht van Melvin Wiersma Entertainment. Ja, we erin, hè? Ja, dat vind ik leuk. Ja, fantastisch. Ja, wat leuk. Ja, wat tof weer gemaakt. Ja, dankjewel. Ja, echt heel tof. Leuk, leuk. Ik zou zeggen, ik wens jou een fantastisch weekend. Ja. Maak er iets leuks van. Mag ik nog even mijn YouTube-adres noemen? Want oh ja, Edwin Holkins is overleden. En dat was een bekende zanger, producer, weet ik het. En ik heb pas ook een Edwin Holkins mix op mijn YouTube gezet. Oh echt? Oh nice. Ik heb hem zelf gemixt, maar als je de Sisters of Mercy niet kent... Ja. Dan vind je het plaatje niet zo'n goede mix, denk ik. Oké. Okay. Nou, is YouTube... Ja. YouTube, moet schrijf ik dat mee. Zeggen. Schrijf ze mee. YouTube.com. /. Jingle Bell. Dus je zegt Jingle Bell, maar het is Jingle Bell. Jingle Bell, ja. Bell is met dubbel L. Ja. Dat is allemaal Engels. Dus Jingle Bell, Pina Jones, achter elkaar, achter YouTube.com/. En dan Jingle Bell, Pina Jones. Oké. Okay. En als jij even een linkje straks aan mij stuurt via Facebook, dan zet ik hem ook even op de Facebookpagina van Band Air. Dan kun je dat daar ook gewoon vinden. Facebook.com/bentermiddelc. Hey Pina, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. Dan gaan we weer de week afsluiten. Ja. When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it